Het eten was prima, maar niet al te veel. Hey Robert. Goeiedag. Nou, het is ongeveer dezelfde setting als het programma. Ja, inderdaad. Misschien past Robert wel als een jas. Deze makelaar zoekt iemand bij wie hij zich thuis voelt. Dus je komt aangelopen, Robert. Hallo. Hallo. Wat denk je dan? Ik dacht zelf... Ik dacht... maar ik had wel zoiets, ik wil het wel gewoon een kans geven. Zo. Toen dacht je misschien een zesje. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar boven of naar beneden? Nee, we zijn echt wel op een zesje blijven hangen. Wat doe je voor werk? Dit is wel heel erg. Wat? Ik heb gewoon wel jouw naam vergeten. Dat is wel heel erg jammer. Want hoe heet hij? Ik ben even zijn naam vergeten. Glenn. Hé, je weet ja, 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 ja. Die ga ik nooit meer vergeten. Word je nou voorbereid of gooi je ze in het diepe van huppakee? Nou, je wordt wel redelijk in het diepe gegooid. Het enige wat er gebeurt is dat je jezelf inschrijft. En je hebt echt een inschrijfformulier van weet ik hoeveel pagina's. Waarin je beschrijft wie je zelf bent, wat je zelf doet, wat je zoekt. Ik heb mijn eigen huis en ik heb ook zoiets van nou, als er daar iemand bij wil, dat is prima. Maar... Eerlijk zullen we alles delen. Nou, behalve mijn huis, dat blijft mijn huis. Maar had je toen niet, toen je me zag van ja, maar dat heb ik toen niet opgegeven? Of? Het lijkt wel een beetje alsof ze alleen gekeken hebben van... Hij is ook een jongen, hij valt ook op jongens. Dat is voldoende connectie. Ja, en er zit natuurlijk wel wat meer in normaal. Wauw, ik mis mijn koekenkraam. Zeg Robert, heb jij een koekerkraan? Nee, ik heb geen koekerkraan. En ik verstond bij hem eigenlijk een beetje alsof dat hij zei ja. Koekjeskraam. Ja. Wat? Mijn koekerkraan, dat wou ik altijd al hebben. En dat heb ik toen later... Koekerkraan? Een koekerkraan? Ja. Ik heb hem gewoon niet verstaan. En normaal gesproken, het product heet een koeker. Ja. En het woordje kraan daarbij, dat zeg ik zelf nooit. De kraan die alles kan, heet kan. Oh, koeker, sorry. Ja, tuurlijk wel. De setting, het restaurant, is dat nou een echt restaurant? Nee, dat had ik eigenlijk ook verwacht, maar dat is niet het geval. Het is echt een studio. En als makelaar, wat denk je dan? Dat ik wel een restaurant voor ze gevonden had kunnen krijgen om dit ook te doen. Sterker nog, het eerste stukje wat opgenomen is waar ik loop, daar zit gewoon een restaurant waar het ook prima zou kunnen. Moet je nou het eten zelf betalen? Ja, het eten betaal je echt zelf. Serieus? Ja, ze zeggen een voordelig tarief. Het was niet heel duur. Smakelijk. Het eten was prima, maar niet al te veel. Dus je gaat naar een programma, je ontmoet iemand, die geeft je een 6. Je krijgt te weinig te eten en je moet het nog zelf betalen. En volgende keer weer of niet? Als ze mij nog een keer vragen, dan zal ik mijn lijst wat beter op orde hebben van wat ik nou voor iemand wil. En dan wil ik het misschien nog wel een keer proberen, maar ik hoop eigenlijk dat het niet nodig is.